Zorgen over een nieuw coronavirus dat longontsteking veroorzaakt groeien. Allereerst in China. Het aantal besmettingen is inmiddels opgelopen tot bijna 60. Het virus is verwant aan SARS. Eerder bleek dat ook overdraagbaar van mens op mens. Bij het huidige virus lijkt dat mee te vallen. Ook in Thailand en Japan zijn enkele besmettingen. En verschillende landen nemen nu voorzorgsmaatregelen. Ja, we zijn hier in Rotterdam, ahoy. De introductie van dit project was een bijzondere. Wij hebben een goede relatie met de gemeente, met de veiligheidsregio. We doen natuurlijk veel in grote steden vanuit ons bedrijf. Eigenlijk waren we hierbij al betrokken bij het zaadje wat dit project geworden is in een heel vroeg stadium, begin van het jaar, januari. Waar eigenlijk vanuit de haven gezocht werd naar een quarantainegebied om mensen op te vangen die eventueel besmet zouden zijn met corona in andere landen en Nederland zouden inreizen. Want we spreken over januari, waar Nederland eigenlijk nog niet heel actief bezig was met de ziekte. Zo zijn we eigenlijk gaan nadenken over hoe kunnen we omgaan als stad, als wereldhaven, om eventuele besmette patiënten in quarantaine op te vangen. Was het coronavirus misschien nog een exclusief Chinees probleem, maar dat is alweer heel lang geleden. De nieuwste uitbraak in Italië maakt duidelijk hoe wereldomvattend het coronaprobleem is geworden. Hoe is Nederland voorbereid? Wat achteraf blijkt dat het een voordeel is geweest in het realiseren van deze locatie als noodzorgopvang, is dat er bij de GGD en bij de havenautoriteiten een plan in ontwikkeling was over een quarantaine- of isolatielocatie. En die was geprojecteerd als oefening op de landtong van Rozenburg. En men was opnieuw in gesprek en plan aan het maken om opnieuw een locatie als dat in te richten. En op zich de inrichting van dat concept wat als idee zeg maar in ontwikkeling was, paste ook op de aanpak van deze. Op verschillende plekken in Nederland worden nu noodhospitalen ingericht om de toestroom op te vangen, de ziekenhuizen te ontlasten. Het gebeurt onder meer in Ahoy, Rotterdam. We waren dus druk bezig met de vraag eigenlijk voor de veiligheidsregio om die quarantainezone in te richten met tijdelijke faciliteiten. En tegelijkertijd bood eigenlijk Ahoy zich aan de gemeente Rotterdam en hebben gezegd van joh, als we jullie ergens kunnen helpen door wellicht ons aan te bieden met deze vierkante meters als bijvoorbeeld zorglocatie, dan kan dat. Aangezien wij met die plannen al vrij ver waren op het gebied van de quarantainezone, kwam die vraag tegelijk bij de gemeente op de radar en hebben ze aan ons gevraagd van hey, zouden jullie dit plan ook wellicht op Ahoy kunnen projecteren en daar niet een quarantaine maar een zorglocatie van kunnen maken. Nou, wij zijn hier regelmatig te gast in Ahoy, hebben daar een hele goede relatie mee. Dus we zijn eigenlijk vrij snel gaan schakelen met Jolanda Jansen, de directrice van Ahoy, om te kijken hoe wij onze plannen eventueel op haar locatie konden projecteren. En in heel goed onderling overleg zijn we vrij snel tot een capaciteitsbepaling gekomen van hoeveel bedden we hier zouden kunnen creëren, voldoend aan de eisen die je nodig hebt voor een zorglocatie. We hadden in de periode van het project natuurlijk het Songfestival gepland staan. Ja, dat kon helaas niet doorgaan. En vervolgens hebben we contacten gezocht met de gemeente Rotterdam, met de veiligheidsregio. En ook aangegeven van joh, mocht er ergens in de komende periode ruimte nodig zijn, ja, laat het weten. En nou, ik denk een paar dagen later of een weekje later, toen kregen we een telefoontje of wij inderdaad de ruimte hadden. En nou ja, toen zijn we, ik geloof Olivier belde me en in twee dagen tijd of in een dagtijd denk ik zaten we om tafel. En zo is het project in een sneltreinvaart gestart. Toen ze door hadden bij de gemeente en de veiligheidsregio dat ze hier een kleine 700 bedden konden faciliteren op een hoogstaand niveau eigenlijk voor de zorg, is het in een stroomversnelling terechtgekomen en zijn we heel snel met elkaar om de tafel gaan zitten van oké, dit heeft serieus kans van slagen. Dit zou eigenlijk een hele mooie invulling kunnen zijn van de behoefte die er in Rotterdam gaat ontstaan op het moment dat die IC's gaan overlopen. Dus ga die plannen maar uitwerken.
Het unieke van deze samenwerking is dat waar wij normaal eigenlijk feesten aan het bouwen zijn, we nu natuurlijk in een heel ander domein komen in het ondersteunen van de zorg. En daar hebben we eigenlijk vanaf dat quarantaine vraagstuk mee mogen denken over, met virologen, met pandemie-experts, noem maar op, van hoe gaan we dit nou het beste vangen. En dat is ook hier weer geprojecteerd eigenlijk op wat we in Ahoy zijn gaan doen. In totaal moet er plaats komen voor bijna 700 bedden. We zijn er druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van de eerste patiënt. De patiënten worden verwacht over 2 weken. Na het bepalen van de capaciteit in Ahoy tot daadwerkelijk de eerste vrachtwagen die hier binnen gereden is, zit niet meer dan een week. Dat is heel snel gegaan, dan praten we eind maart. Dus uiteindelijk zijn we simultaan eigenlijk begonnen aan de productie, het uitwerken van de plannen, het bestellen van de eerste spullen die ervoor nodig zijn, terwijl we aan de andere kant eigenlijk de opdracht nog aan het vormgeven waren. Op het moment dat het project zich bewoog richting Ahoy, hebben wij een maximale capaciteitscheck gedaan op Ahoy. Waarbij wij er eigenlijk achter kwamen dat we tussen de 650 en de 700 bedden konden realiseren. Dit project hebben wij hal 2 en hal 4 hebben wij volledig naar die capaciteit ingericht. Echter hebben wij ook ten alle tijde nog de mogelijkheid gehad om naar hal 5, 6 en eventueel hal 1 toe te bewegen. Om zo die maximale capaciteit te halen. Een van de grootste uitdagingen in dit project was het feit dat eigenlijk de definitie, dus wat moesten we bouwen, door de crisis waar we op dat moment in zaten, nooit echt duidelijk is geweest. Terwijl de trailers naar binnen reden hier, waren we nog aan het definiëren waar een zorgkamer aan moest voldoen. En met name het zo snel mogelijk opleveren van een aantal zorgkamers als prioriteit nummer 1. Om die deadline te kunnen halen hebben we eigenlijk altijd heel intensief samengewerkt met zowel de gemeente als de veiligheidsregio. Waarbij er eigenlijk op elke laag een counterpart is geweest voor ons productieteam. Dus zowel strategisch, tactisch als operationeel is er altijd iemand geweest die het mandaat had om op zijn niveau beslissingen te nemen. Om te zorgen waar je normaal gesproken een 2-3 maanden voorbereidingstijd hebt. Om dat allemaal in diezelfde week te proppen waar ook al werd gebouwd. Als ik terugkijk van hoe is dat nou gegaan in die bouwen, vrij simpel. Op 26 maart ben ik gevraagd om projectleider te zijn. Overigens op dezelfde dag, op 26 maart, heb ik kennis gemaakt met onze aannemer, zal ik zeggen. Unlimited Productions op het World Port Centrum, waar de veiligheidsregio huisvest. Op 27 maart hebben wij de eerste gesprekken gevoerd op locatie in Ahoy. Na die donderdag is het heel snel gegaan. In de ochtend nog allerlei verkennende gesprekken. In de middag is informeel de opdracht gegeven, we gaan starten. Vrijdag zijn we op locatie kwartier gaan maken. Uiteindelijk is ook die vrijdag het formele besluit genomen dat dit er moest komen. En op maandag 30 maart rolde hier de eerste containers binnen van jullie leverancier die de zorgunits heeft geplaatst. Vanaf die 30 maart is er een week lang hard gewerkt. En is op maandag 6 april, als ik de datums goed heb, is de fysieke omgeving door Unlimited aan de veiligheidsregio opgeleverd. Als casco zorglocatie. Aan de buitenkant is het Ahoy zoals we het kennen, maar binnenin is in korte tijd een zorgcentrum uit de grond gestampt. Unlimited Productions was de hoofdaannemer in dit project, waarbij wij volledig verantwoordelijk waren voor de realisatie van de grijze kolom. En de grijze kolom, daar werd mee bedoeld eigenlijk de bouw. Dus het fysiek neerzetten van de accommodatie in de accommodatie, met al haar faciliteiten. In eerste instantie was het allerbelangrijkste dat er een safe compound werd gecreëerd. Op dat moment wisten we niet wat de omvang zou worden van de hoeveelheid patiënten die we eventueel zouden kunnen ontvangen. Vandaar dat wij het gehele buitenterrein door middel van hekwerk hebben om moeten omheinen. De elementen die wij hebben gebouwd bestaan uit verschillende gebieden. Het facilitair centrum Schoon is eigenlijk waar alle goederen binnen zouden komen. Linnen, eten voor de patiënten. Daarbij hebben we een flow gecreëerd waarbij schoon op een bepaald punt bij Ahoy naar binnen gaat en vuil weer op een ander punt naar buiten gaat, zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk zou zijn. Als je kijkt naar de compound, dan hebben wij in dit geval 2 hallen volledig bezet met zorgkamers naar een maximale capaciteit. Hierin hebben we het principe dat we uit zijn gegaan van 4 bedden per kamer met een eigen douchefaciliteit en een wasbak.
Het is zo dat alle kamers aan elkaar geschakeld zijn door middel van een gangenstelsel. Een van de moeilijke items in het gangenstelsel was dat je een gebouw in een gebouw aan het bouwen was. Daardoor zie je dus ook dat het dak van het gangenstelsel gemaakt is van een bepaald mesh, zodat daar de sprinkelinstallatie van Ahoy nog doorheen zou kunnen komen. Daarnaast is er een omroepinstallatie aangebracht, zodat wij nog steeds contact konden hebben om eventuele boodschappen naar de patiënten, medewerkers te kunnen verspreiden in de vorm van een evacuatie of andere omroepfaciliteiten. Nu is het zo dat binnen de compound er ook een aantal medische en zorggerelateerde zaken zijn ingericht. Zo hebben we de dokterskamer, de zusterskamer, een behandelkamer en door de compound zijn een aantal MIVA-toiletten aangebracht. Daar de zorg die verleend zou kunnen worden ook aan minder valide zou hebben kunnen plaatsvinden. Wekenlang was er die prangende vraag: kunnen de ziekenhuizen, met name de IC's, in Nederland de toestroom van coronapatiënten aan? Na de cijfers van vandaag lijkt die vraag beantwoord. Ja. Het besluit om de zorgcoöperatie af te bouwen is genomen door het regionaal beleidsteam, wat voorgezeten wordt door de voorzitter. En dat is in dit geval de burgemeester van de grootste gemeente. Samen met het algemeen bestuur van alle 13 gemeentes in de regio. Omdat op basis van de medische wetenschap en de medische kennis en ook in de praktijk zichtbaar was dat het aantal besmettingen aan het afnemen was. Het aantal opnames op de IC-beelden daalde. En ook in de reguliere instellingen en nieuwe capaciteit beschikbaar was gekomen om eventuele groei op te vangen. En daarmee was de noodzaak voor de noodzorglocatie op Ahoy vervallen en is het besluit genomen om af te gaan bouwen. Zeg maar, in ons werk zijn we altijd bezig met uiteindelijk het doel iets creëren en binnen dat doel mensen te ontvangen. Dat staat natuurlijk heel haaks, zeg maar, op dit project. Want je wil eigenlijk geen mensen ontvangen, want dat betekent dat het echt niet goed gaat buiten. Maar ergens zou je ook wel willen hebben geweten of alle protocollen die we met elkaar hebben bedacht, of dat heeft gewerkt, ja of nee. Dus. Ja, we kennen Unlimited natuurlijk al heel lang vanuit heel veel mooie evenementen in Ahoy. Ja, en je ziet hieraan, ja, of je nou uiteindelijk het klinkt een beetje raar, maar of je nou een feest opbouwt of je bouwt zo'n locatie op. Ja, je zat natuurlijk extreem veel complexiteiten in, maar ja, de mensen zijn professioneel gedreven om ook dit weer goed en efficiënt neer te zetten. En ja, met de daadkracht van de mensen van de gemeente Rotterdam en de veiligheidsregio stond het in no time gereed. Gelukkig door alle maatregelen gingen die cijfers weer vrij snel omlaag. Ik denk dat het een ontzettende goede oefening geweest is voor alle betrokken partijen. Met nu waanzinnige draaiboeken. Want ja, ik zei net, aan de ene kant hè, lijkt het alsof je een evenement opbouwt. Maar dat is natuurlijk verre van. Hier zit zoveel complexiteit in. Nou ja, alles wat er aan protocollen in ziekenhuizen geldt. Ja, daar heeft denk ik iedereen heel veel van geleerd. Dus ja, dankzij Unlimited staat dat nu ook echt op papier. En liggen er hele strakke draaiboeken voor als dat ooit in de toekomst nodig zou zijn.